Van Joop. Beste wel edel gestrenge heer, koning oppergod en meestertovenaar, meneer Vincens. Hallo. Een hele goede hallo allemaal en vooral een hele goede hallo van mij naar jou. Jij ook een hele fijne goede hallo, Joop. En iedereen ook trouwens. Hallo. Uw filmpjes inspireren mij tot op grootse hoogte en hebben mijn dagen in het sombere leven keer op keer weer een stukje draaglijker gemaakt. Nou, Joop, wees niet zo streng voor jezelf. Sombere leven. Het is hartstikke cool hier op aarde, ik weet het verder niet. Maar je moet het er wel zelf naar maken natuurlijk. Sowieso, deze trip, what the fuck man. Wat doe ik hier? Maar goed. Nou, nu ik weer het gebruikelijk aantal veren in uw reet heb gestoken, zal ik nu doorgaan naar mijn vraagstuk. Dat werd tijd, Joop. Met uw verlicht beeld en grote wijsheid wil ik u graag vragen hoe u denkt dat de wereld eruit zal zien in 5 jaar en in 50 jaar. Vooral op het gebied van het welzijn en dagelijks leven van gewone burgers. Hoe bedoel je gewone burgers? We zijn allemaal zielen hier neergedaald op aarde. En we zijn allemaal het universum en God. En hoe bedoel je gewone burgers? Hallo. Misschien ook op het gebied van politiek in Nederland en rond de wereld. Rond de wereld? Hallo. Misschien moeten we hier ons eigenlijk ook helemaal niet mee bezighouden. Gewoon genieten van het leven hier en nu. Dan moet je sowieso Joop. En de rest natuurlijk ook. Van de familie. Hallo. Maar ik wou graag vragen naar uw perspectief op deze zaken. Aangezien ik denk dat u over veel wijsheid beschikt. Verder nog een hele fijne hallo. En allemaal. En een hele fijne zomerdag. Goed, de trouwe kijker Joop. Ja, ook een hele fijne zomerdag Joop. Hoe ik denk dat Nederland er over 5 jaar uit zal zien. Of de komende 5 jaar uit gaat zien. Ik denk dat er nog behoorlijk wat chaos en onzin onze kant op gaat komen. Maar dat is nodig voor ons proces. Als goddelijke wezentjes. Wat wij met z'n allen vergeten zijn. Wat we zijn. Kijk het systeem waar wij nu in zitten. En ik moet me voorzichtig uitdrukken, want ik sta natuurlijk behoorlijk op de radar met alle waarheid die ik loop te spuien. Ja, wij staan op een keerpunt in onze transformatie als goddelijke wezens. Kijk, alles is een cycli. Wij bevinden ons nu in het Kali Yuga, in het eindpunt en de wedergeboorte van ons als soort, als wezens, als universele godheden. Waar wij ons op aarde hebben gemanifesteerd. Hè? om van alles te ervaren. En wij ervaren nu de grootste degeneratie die wij als goddelijke wezens maar mogen ervaren. Kijk, dit systeem, het kapitalisme waar we nu in zitten, wat gebaseerd is op hebzucht en macht, vooral ego, hè? Gedreven door ego, dat gaan wij nu overstijgen. Wij gaan in deze tijd gaan wij onze goddelijke natuur weer herkennen. En we zijn al eeuwenlang, misschien al duizenden jaren lang, is ons ego gevoed. Hè? Zitten we in een systeem wat gedreven is op het ego, op het zelf, op concurrentie. En dat is totaal tegen natuurlijk van wat de kosmos is. De kosmos is harmonie. Dat is liefde. Dat is delen. Dat is overvloed. En wij ervaren nu totaal tegenovergestelde, het meest ridicule wat je als mens, als ziel maar kan ervaren, is dat je, laat maar zeggen, je komt hier op een aarde, hè, vol overvloed, en de aarde is van iedereen. Hè, en dan gaat één iemand gaat zeggen van, hé, maar dit hier, dat is van mij. En dan ga ik dan bomen en op verbouwen met appeltjes erin. Maar als jij een appeltje wil, ja, dan moet je daarvoor betalen. Weet je? Ridicule. Weet je, ik ga een onwijs leuk pretpark bouwen. Hè? Net als Cartman in Cartman Land. Weet je, onwijs leuk pretpark.
En fucking kicken en dit en dat. De Efteling, fucking cool. Maar als jij naar binnen wil, dan moet je betalen. Ja, ziek. Dat wil je toch gewoon delen? Dat wil je toch gewoon delen met iedereen? Ja, dat gaan wij nu herontdekken, weet je. Alles voor jezelf, je wordt er ook niet gelukkig van, weet je. Delen, weggeven, daar word je gelukkig van. Dat is wat het universum ook doet. Die geeft, dat is wat Moeder Aarde doet. Die geeft. En geven, dat is liefde. En daar word je echt gelukkig van. Kijk, je kan zoveel mogelijk, je kan op een berg geld gaan zitten, dat is Dagobert Duck. Daar ga je echt niet gelukkig van worden, weet je. En je kan, koop je een boot of een jacht en dan denk je, oh, dan heb ik een boot en een jacht. En dan 2 dagen later denk je, ja, ik heb een boot en een jacht. Ik heb een jacht. Ja, wat wil ik nu weer? Weet je, je loopt maar te grijpen buiten jezelf. En alles wat je buiten jezelf grijpt, daar ga jij niet van gelukkig worden, man. Daar ga jij niet gelukkig van worden. Maar goed, we zitten nu eenmaal in dit systeem wat al duizenden jaren zo gevoed is. En ja, en we gaan nu naar een omschakeling. Hè? Maar dat weten we allemaal. Ik bedoel, als je even je ogen open doet wat de afgelopen jaren op ons af is gevuurd, snapt elke halfmogol ook wel dat we in een transitiefase zitten. Maar goed, kijk, de mensen, de powers that be, weet je, zolang jij ze die kracht niet geeft, dan is die kracht er ook niet. Maar goed, dat gaan we ook nu ontdekken. Maar goed, de afgelopen decennia, millennia, zijn er een paar figuren geweest die heel wat hebben weten te vergaren. Hè? En de afgelopen tijd, de afgelopen decennia vooral, zijn er rond de wereld heel wat zieltjes wakker geworden die weten hoe het spelletje in elkaar steekt. In wat voor systeem wij zitten, in wat voor spel wij zitten. Want het slaat helemaal nergens op. Als wij met z'n allen zeggen, nou kom, we gooien het over een andere boeg, dan is hun macht, dat is macht. Dan is het spelletje voorbij, laten we het zo zeggen. En, maar goed, die een hele hoop hebben weten te vergaren, die proberen nu met mannenmacht, proberen wat ze te hebben te vergaren vast te houden. Hè? Want die zitten lekker op hun eilandje en die denken bij zichzelf, ja, dat, ik heb niet onwijs veel zin om dat op te geven. En dat is ook niet raar, want ja, als jij zoveel hebt. En als jij kan doen wat je hartje begeert, ja, dan heb je niet onwijs veel zin om dat op te geven, terwijl dat juist weer geluk brengt. Dus die mensen die zijn echt totaal niet gelukkig en die zijn helemaal koekoek de weg kwijt. En die mensen die dus eigenlijk alles controleren, hè, op aarde, hier, de krantjes, de televisie, alles, tot in het kleinste detail is het allemaal doordacht en in handen van die, zal ik het zeggen, mensen die heel weinig liefde hebben ervaren in hun leven, dat is in handen van hun. En die gebruiken alle middelen die zij hebben om iedereen slapende te houden. Of proberen slapende te houden. Maar goed, de aap is nu uit de mouw. De leeuw is uit de kooi. Iedereen die een beetje kan nadenken, die weet hoe de vork in de steel zit. Maar goed, nu proberen ze met allerlei bullshit. Ja, ik weet niet of je überhaupt nog een krant hebt opengeslagen de laatste tijd. Maar echt, als je een beetje logisch kan nadenken, dan, je kan net zo goed een krant in Carré zetten. Dan leg ik de hele avond in de deuk. Ik heb nog nooit zoveel onzin om me afgevuurd gekregen als dat. Althans, ik lees het niet, maar ik krijg het dan af en toe mee. Als Willem en Jeroen de week doornemen, dan hou ik het een beetje bij. Maar goed, de meest grote bullshit verhaaltje, net als dat. Stond er een artikeltje in dat baby's nu in de baarmoeder dan hartafwijkingen kunnen krijgen door de klimaatverandering. Huh? Laat dat maar eens even bezinken. Dus baby's kunnen in de baarmoeder hartafwijkingen krijgen door de klimaatverandering. We weten allemaal hoe dat komt, maar goed, nou, als je dat soort berichten, als je echt denkt van, heftig man, die klimaatverandering. Dan ben je echt een mogol. Maar goed, die mensen kunnen er ook niks aan doen. En zoveel. Net, weet je, ik zag een of andere mevrouw in een of ander kutprogramma op de televisie lopen blaten over
over een carbon wallet of zo. Dat iedereen die krijgt dus een bepaald aantal punten stikstof. Sowieso die hele stikstofklimaatbullshit. Weet je, er is wel... kijk, dat systeem wat gedreven is op ego. Daar zijn we fucking respectloos zijn we met de aarde omgegaan. En alles wat zij ons geeft, want wij zijn van de aarde. Moeder aarde. Wij zijn van haar. Zij is niet van ons. Want tot stof zal gij wederkeren. She owns you, motherfucker. En ja, als je je moeder zo disrespect, ja, dan gaat zij er wel voor zorgen dat je er wel weer gaat respecteren. Mark my motherfucking words. En in principe, ja, wat er nu op aarde gaande is, dat is eigenlijk één grote ceremonie. Één grote ayahuasca ceremonie. Weet je wat ayahuasca met je doet? Die zegt, ze noemen het ook wel moeder ayahuasca. Ja, hij komt toch weer bij die planten terug. Die zegt tegen jou, hey, wat doet je moeder? Die zegt, hey, jongen, even daar en daar en daar op letten. Niet doen. En daarna knuffelt ze je. En dat is eigenlijk wat er gaande is nu op aarde. Dat proces. Alle bullshit die wij hebben gecreëerd de afgelopen millennia of de eeuwen, decennia. Ja, dat moeten we nu even facen. Weet je wel? Want dit systeem, dit hebben wij in handen geholpen door er maar op los te leven en te doen. En, oh ja, ik had het over mevrouw op televisie, die had het over een CO2-budget of zo. Weet ik. Kijk, en dat is ook weer een tool om de macht te behouden. Of althans, te proberen te begrijpen wat je hebt. Want uiteindelijk zullen de mensen die veel hebben vergaard daar alleen maar profijt van hebben. En de mensen die het allemaal wel goed vinden, die zijn dan zwaar de sjaak. Maar goed, aan de andere kant, een CO2-budget, weet je, als je nu niet zoveel te spenderen hebt, ja, dan moet je al keuzes maken van, joh, ga ik dit jaar op vakantie of ga ik een biefstuk eten? Dus CO2-budget, waar de fuck heb je het over? Maar goed, en sowieso, kijk, als je een eerlijk CO2-budget wil, doe het dan begin dan bij de basis dat iedereen gewoon evenveel verdient. Maar ja, als iedereen evenveel verdient, dan hoeft niemand meer wat te verdienen. Toch? Hè? Dan delen we gewoon alles. En dat... ik denk dat we daar... Ja, ik, zo, jezus, 12 minuten. Ik wij een beetje uit. Hoe zeg je dat? Maakt niet uit. Waar we naartoe gaan is een wereldwijde community. Een wereldwijde tribe. Zoals je dat in de jungle, bij de natuurvolkeren nog ziet. Waar je gewoon een tribe hebt. En een paar gaan het bos in om te jagen. De moeders zorgen voor de kinderen. Nee, de ouderen zorgen voor de kinderen. En de moeders die weven kleden of weet ik veel wat allemaal. En dat doen ze allemaal in favor of the community. Ter ere van creatie. Want dat is hoe wij zouden moeten leven. Ter ere van creatie. Ter ere van het leven wat wij hebben gekregen. Huh? En niet maar pakken en grijpen en doen. En zwaar disrespectvol met de aarde omgaan. Ja, yeah. It's not the way to go, man. Maar daar gaan we naartoe. We gaan toe naar een systeem waar de mensheid weer haar goddelijke natuur eert en viert en herkent. En voor de aarde zorgt. Hè? En wat zij krijgt van de aarde in dankbaarheid tot zich neemt. En ook weer met dankbaarheid teruggeeft aan de aarde. Waar we voor elkaar zorgen. Waar we er voor elkaar zijn. En niet elkaar uit de tyfus zien concurreren. Want dat is natuurlijk gewoon stupide. Hè? We zijn alle één. En dan ga ik dat voor jou proberen af te pakken. En nee, je mag er niet in. En het is gewoon waanzin is het. Waanzin. Ja, we gaan nog een... ik loop maar te lullen. Ik lul een eind in de wind. Maar goed, waar gaan we de komende 5 jaar heen? Nou, ze gaan natuurlijk met mannenmacht proberen ons nog... Althans ons, mij niet. Maar de slapende nog slapende te houden. Ze gaan een hoop chaos creëren. In de hoop dat mensen bang blijven. En hun macht zeggen. Oh grote. Oh help me. Hoezo help me. Help jezelf man, motherfuckers.
Maar goed, dat gaan ze dus proberen te doen. Hè? Op alle mogelijke manieren. Nu komt de herfst weer aan en dan, oh jee, krijgen we een snotneus. Dus pas maar op, dan weten we allemaal wat ze weer gaan proberen. Maar ja, heel Nederland heeft nog zoiets van dikke middelvinger. Dat gaan we niet doen. Dus, maar goed, ja, er komt een hoop chaos aan, man. En dit systeem, wat generatie op generatie... Kijk, de mensen die het systeem hebben gecreëerd... Die hebben natuurlijk met hun plannetje... Waar de meeste mensen die een beetje verder kijken dan de neus lang is... om meewerking te vergaren hebben ze dan een soort slideshow gemaakt van jongens, kijk eens wat al die mensen doen, die maken er één grote kankerbende van en wij moeten de aarde redden en dat gaan we sowieso doen. We gaan natuurlijk niet vertellen dat we ze gaan elimineren met z'n allen, althans dat proberen en dan proberen tot volledige slaaf te maken. Een beetje het bijenverhaal, koninginnen bij en dan werkertjes, dat is wat ze willen. Maar goed, kijk, zo'n vertering zou je ze ervan maken. Terwijl zij dat hebben gecreëerd. Zij hebben generatie op generatie. Kijk, dit systeem dat zorgt voor enorme trauma's bij mensen, bij gezinnen, bij kinderen. Weet je, als er ongelijkheid is, ja, dan gaat dat mis. Dan gaat het ecosysteem, weet je wel. Als er ongelijkheid wordt, is de balans weg. Nou, als er bij mensen de balans weg is, dan komt er een trauma. Generatie op generatie, generatie. Trauma is er ingebonjourd. Ja, ik weet niet of je om je heen hebt gekeken, maar we zitten in een samenleving, in een leving, laten we het zo maar zeggen, met een stel patiënten, jongen, dat wil je niet weten. Nou, dat is gewoon duizenden jaren trauma wat er rondloopt, weet je wel. We zijn zo ver van onze goddelijke natuur af, zo ver van de natuur staan we af. Ja, we zijn echt een stel Mongolen bij elkaar geraakt. Weet je, devolutie. Geen evolutie. We hebben het onszelf zo makkelijk gemaakt. Dan sta je in de supermarkt, sta je om je heen te kijken welke biefstukken. We hebben 80.000 biefstukken liggen. Kijk, als je in de jungle leeft en je moet je eigen voedsel vergaren. Dan staan je zintuigen op scherp. Dan blijf je doorevolueren, weet je wel. Dan moet je alle zeilen bijzetten om te kunnen overleven. En nu hebben we het onszelf zo makkelijk gemaakt. We zitten op de bank. Nee, we staan in een auto. Ja. We vertikken het gewoon om te lopen. Zo fucking lui zijn. We staan in een auto aan een afhaalloket. Om de meest grote tering onzin bij onszelf naar binnen te proppen. En dan vind je het gek dat moeder natuur met ons gaat afrekenen. Weet je wel. Maar goed. We staan op een mooi punt. In de geschiedenis van de mensheid. In de geschiedenis van het universum. In de geschiedenis als zielenwezens, als godheden. En ik ben blij dat ik dit allemaal mag meemaken. Heel blij dat ik dit allemaal mag meemaken. Wat een bijzondere tijd om hier op aarde te mogen zijn. En dat verdient een... dat je leeft en dat je dit mag meemaken. Sowieso dat je alles mag meemaken. What the fuck, man, is een trip. Ja, ik heb het 1000 keer gezegd. Maar what the fuck, weet je, dit is de mooiste trip die je maar kan meemaken. Dus ja, maak er wat van. En zeg gewoon nee tegen de bullshit. Als iets niet goed voelt, nee, daar ga ik niet aan meedoen. En je kan de tering genieten. Ik leef mijn eigen leven en ik ga een paradijs creëren op aarde. Want dat is wat we gaan doen. En laat ik daarmee mee afsluiten hoe ik denk dat de wereld... in 50 jaar uit zou zien. Ik denk dat we met z'n allen het systeem omver hebben geworpen en dat we met z'n allen aan het bouwen zijn aan een nieuw systeem waarin we de mensheid en de aarde aan het helen zijn. Weet je, we hebben generaties trauma's eruit te verwerken. En ja, ik heb het ook al eerder gezegd, weet je. Kijk, ze zitten nu in een schoolsysteem waar je wordt klaargestoomd om een werkbijtje te worden, laten we het zo zeggen. Maar als je gewoon een schoolsysteem hebt waar je zegt van, nou, wat vind jij leuk om te doen? Hou je van tekenen? Dan ga jij lekker de hele dag tekenen. Ga jij lekker de hele dag zingen? Wil jij rekenen? Ga jij lekker de hele dag rekenen, weet je? Dan krijg je een aardejongen. Dan leeft iedereen zijn goddelijk, meest hoog potentieel. Als jij vanaf
3-4 jaar alleen maar aan het zingen bent, aan het zingen, dan moet je eens kijken wat eruit komt als je 50, 60 bent. En als iedereen doet waar zij van houdt, wat zij, hij of zij lief heeft, man, dan krijg je hier toch een mooie, fucking mooie aarde, jongen, dat wil jij niet weten. En dat is wat wij zijn. Wij zijn liefde. Toen onze ouders bij elkaar kwamen, dat moment dat jij werd gecreëerd, creatie, dat is wat jij bent. Jij bent liefde. En in liefde zullen wij leven. En niet in bullshit. Knop dat maar eens in je oren. Mongool. Meneer. Mevrouw. Dus ik zou zeggen, joepie de motherfucking poepie, gek. Ik ben zit gewoon 20 minuten te lullen over één vraag. Dus ja, over 50 jaar, nou ja, dan heeft iedereen twee uur corvée per dag om voor de ouderen te zorgen en voor de naasten te zorgen. Zorgen dat iedereen wat tevreden heeft en wat een dak boven zijn hoofd. Of misschien zijn er wel mensen die het leuk, ik weet het niet. Maar daarna kan je de rest van de dag gewoon lekker chillen en doen wat je leuk vindt. Dus ja, dat is hoe de wereld eruit gaat zien. En dan gaan we met, ik hoop dat ik dan nog leef. Ik ben nu 42. 92. Nou, met alles wat ik heb uitgefroten in mijn leven, lijkt het me heel sterk dat ik dat ga halen. Maar wie weet. Hè? Ik ga daarvoor in ieder geval. Ik hoop nog het begin van het paradijs mee te mogen maken. En ja, laten we er iets moois van maken met z'n allen. Ik weet je, het is een beetje onsamenhangend verhaal. Maar ja, ik zit 22 minuten te lullen. Dus ja, ik spring van de hak op de tak. Maar ik hoop dat je hier wat aan had. Joop, bedankt voor je vraag. Een hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal.